Als wij van Schuberg Villis onszelf voorstellen, dan beginnen we met een vraag. Wat nou als we ons werk gaan doen zoals we het eigenlijk willen doen? Met die vraag zijn we ooit voor onszelf begonnen en we hebben die vraag nooit losgelaten. Daarom is alles bij ons ingericht vanuit wat onze klanten en wijzelf eigenlijk belangrijk vinden. Elke barrière om een topprestatie te leveren proberen we weg te nemen. En geen detail is ons te klein wat dat betreft. Dat moet ook wel, want wij doen niet zomaar IT. Wij werken vooral aan zogeheten mission critical trajecten. In omgevingen die essentieel zijn voor de business van onze klanten. We worden wel de hartchirurgen van de IT genoemd. En bij zulk werk mag je natuurlijk geen energie of aandacht verspillen aan dingen die eigenlijk in de weg zitten. Daarom werken wij in zelfsturende teams met experts in de lead. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt dus in dezelfde handen als het advies. Deliver your own promise, noemen we dat. Zo ontwerpen wij nooit een aanpak die in de uitvoering op problemen zal stuiten. Bovendien beginnen wij met het probleem van onze klant, niet met onze oplossing. Want de echte uitdagingen van onze klanten zijn in essentie geen IT-vragen. Het zijn eerder vraagstukken zoals: hoe kan ik mijn supply chain zo optimaliseren dat er procentpunten efficiëntie gewonnen worden? Hoe krijg ik mijn e-commerce extreem schaalbaar? Hoe verbeter ik de user experience van mijn financiële diensten terwijl ik in control en compliant blijf? En kan ik mijn logistiek radicaal verbouwen terwijl ik gewoon blijf leveren? Het resultaat van onze aanpak is een buitengewoon hoge en stabiele klanttevredenheid. Niet toevallig het belangrijkste cijfer waarop wij onszelf beoordelen. Dat principe is bekend geworden als het 100% denken. Maar het is iets veel groters dan een getal. 100% is hoe wij erin zitten. Om te beginnen als mens en als team. Die mentaliteit, dat is het belangrijkste om te onthouden over ons. Wij zijn Schuberg Villis. En wij geloven vanuit het diepst van ons wezen dat je altijd nog net iets dichterbij die 100% kunt komen. Eigenlijk.